Apothecaris heeft in verband met Werelddiabetesdag een gezondheidsbeurs georganiseerd. De kick-off van deze beurs is gisteren gegeven bij de apotheek aan de Quattaweg. Diabetes is een aandoening waarbij er te veel glucose in het bloed is. Deze aandoening werd vroeger ook wel suikerziekte genoemd. Tijdens de 4 dagen durende gezondheidsbeurs kan de gemeenschap gratis bloed- en oogmetingen laten doen. Jaarlijks wordt Werelddiabetesdag op 14 november herdacht. Apotheker Gerdy Sabayo vertelt dat dit de geboortedag is van een van de ontdekkers van insuline. 14 november is uitgeroepen door de Internationale Federatie van Diabetes en ook door de WHO als de dag der diabetes. Op 14 november is een van de ontdekkers van insuline, namelijk geboren. En ze hebben dan toen het regaard voor die goede meneer dan 14 november uitgeroepen als dag der diabetes. Oké, ze vragen om dus dat alle landen meedoen op een wijze om de awareness te creëren bij de mensen wat diabetes is. En dit jaar is het thema diabetes en familie. En dat is erg belangrijk, want als iemand diabetes is, moet de hele familie meedoen om deze persoon te ondersteunen. Want iemand met diabetes kan alleen het niet surviven. Hij moet een steun hebben van de familie. Prishna Ratan, apotheker in opleiding, vertelt waarvoor men op de beurs terecht kan. Verder hebben wij een team dat informatie geeft over drinkwater en hoe je daar het beste, dus wat een gezond drinkwater, hoe je daaraan kan komen. En dat is eigenlijk het begin. Wij hebben vrijdag nog aan de Indira Gandhiweg, nummer 186, de hoofdkantoor van Apothecaris, een tweede dag. Daar vindt het plaats van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Alle 4 dagen zijn geheel gratis. Vrijdag is het dus aan de Indira Gandhiweg, hoofdkantoor. Zaterdag 16 november is het weer hier, van 8 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En tegelijkertijd vindt het ook plaats aan de hoofdkantoor, Indira Gandhiweg. Alleen op die dagen zullen er nog wat meer specialisten aanwezig zijn, zoals een internist, een huisarts. Er zal een medisch pedicure aanwezig zijn die dagen. Tandarts, tandverzorger. Dus het wordt dan nog iets groter. Dat was Prishna Ratan, apotheker in opleiding. De toegang tot de beurs is gratis en die duurt tot zaterdag aanstaande 16 november.